Voordelen van 4G is dat het tot 10 keer sneller is. Het bedrijfsleven heeft het voordeel dat je niet meer hoeft na te denken hoe het mobiele netwerk misschien je toepassingen kan beperken. Dus het is minimaal 10 keer meer capaciteit dan je thuis eigenlijk een doktersconsult kon doen. Voor PSC praat ik met Erik Kuijs, directeur netwerk in Nederland. Eigenlijk directeur van de fabriek waar alle producten van KPM worden gemaakt. Fixed, mobile, ICT. Maar eigenlijk het voornaamste product waarvoor we hier zitten is 4G. Erik, je hebt net eigenlijk 4G geïntroduceerd. Je was zelf projectleider 3G. Ja, en nu heb je 4G acht jaar geleden. En nu heb je 4G geïntroduceerd. Wat is het verschil met toen 3G installeren en nu 4G? Nou, er zijn een paar verschillen. Toen wij 3G introduceerden, wist nog helemaal niemand wat mobiele, mobiel internet nou eigenlijk is. Dus we moesten het heel erg uitleggen. En, en we moesten best wel een lange tijd eraan werken dat kant het ging gebruiken. Populariseren, Populariseren, toestellen. Toestellen waren natuurlijk bijna niet beschikbaar. We hadden wel wat van die dongeltjes. In één toestel, mooi rood toestel weet ik nog wel. En eh, nu zie je dat er heel veel toestellen zijn. Mensen gebruiken mobiel internet gewoon voor hun dagelijks leven. In Nederland is verslaafd. Iedereen heeft een smartphone en is ja. verslaafd. Ja van de smartphones die verkocht worden is 70, 75 procent, telefoons die we verkopen 70, 75 is smartphone. heel veel mensen gebruiken mobiel internet al en die willen ook gewoon meer gebruiksgemak, het moet allemaal sneller en beter. dus 4G is voor mensen eigenlijk gaat er gewoon in als koek gewoon meer van hetzelfde. wat zijn de drie grote voordelen van 4G voor de consument? nou de mooie voordelen van 4G is dat het tot tien keer sneller is dan wat we nu gewend zijn met mobiel internet. Uh, daarnaast is het zo. dat... Ja, en dan sneller, wat wel aardig is, het is niet alleen maar, het is niet alleen maar sneller, maar het, voelt, het reageert sneller. Dus je hebt minder buffering. Als je gewoon een video start, bam, dan begint het meteen. Ja. Het is eigenlijk gewoon wifi, Want het is de ervaring van WiFi. Is eigenlijk de ervaring die je thuis hebt als je gewoon achter je pc hè, zit, zit te browsen. Dat krijg je ook als je gewoon nu 4G gaat gebruiken op je mobiel. Ja. Dus je hebt gewoon lekker veel snelheid, en het, en, maar het voelt sneller, dus beter voor gaming, et cetera. Uh, wat is voor bedrijfsleven het voordeel? Voor het bedrijfsleven is het voordeel dat je niet meer hoeft na te denken hoe het mobiele netwerk misschien je toepassingen kan beperken. Nu is het bijvoorbeeld zo, hè, als je nu... Gebruik je weleens Link of zo, het, als je in het bedrijfsnetwerk zit? Nou, probeer dat uh, maar. Ik gebruik heel veel VPN's en uh, dat soort dingen. Nou, die dingen die je dus gewend bent te doen, video vergaderen op het werk en zo... die gaan nu wel best wel moeizaam, als je dat zou proberen op je mobiel. En met 4G is die beperking weg. Dus je kan hetzelfde doen als wat je op je, je bedrijf gewend bent... maar dan op een mobieltje of een, of een iPad of een ander apparaat. Ja. Geen verschil meer tussen het gewone bedrijfsnetwerk en ook de VPN werken beter en dat soort dingen. Dus en wat belangrijk is, even een aanvulling. Uh, je zei net hè, 4G reageert sneller, maar dat zorgt er ook voor dat uh, de applicaties die je hebt ook beter werken. De vertraging die je hebt in het mobiel netwerk is er eigenlijk bij 4G uit. De Vertraging is tien keer zo weinig, geloof ik hè. Die is minimaal, die is minimaal. Die is vergelijkbaar met wat je eigenlijk in het vaste net gewend bent. Zelfs gamers kunnen nu gewoon lekker uh, pingen. Ja, ping is hartstikke goed. Voor jou als fabrieksdirecteur, zeg maar, die al die gigabytes en terabytes moet produceren, hoeveel meer capaciteit heb jij met dat 4G? Hoeveel meer kunnen wij nu met onze, zeg maar, 15 miljoen smartphones gaan gebruiken? Wat je ziet is dat dat 4G-netwerk, dat gebruikt eigenlijk die radiofrequenties die we hebben, veel efficiënter. Dus het is minimaal 10 keer meer capaciteit dan we nu in ons mobiele netwerk hebben. En uh, we zorgen ervoor dat we met die frequenties die we gekocht hebben bij de veiling, dat we die op een goede manier in kunnen zetten. Zodat we heel snel in heel Nederland iedereen 4G kunnen bieden. 10 keer zoveel capaciteit hebben dan? Minstens tien keer zoveel capaciteit, ja. Nou uh, heb ik dus een Nokia Lumia 920. Dit werkt erop, hè? Hier, deze 4G werkt erop. En waarmee ik die film, die, uh, die, uh, die uh, iPhone, niet? Nog niet. We gaan ervan uit dat. Uh, in heel Europa wordt nu uh, 4G uitgerold. Hè. Amerika was al eerder, in Azië ook. En in heel Europa wordt dan de frequentie benut, die wij nu ook gaan uh, inzetten. En dan wordt die iPhone de volgende generatie op aangepast. Dat kan bijna niet anders dan dat ze dat gaan doen. Ja. Maar het is in ieder geval zo van uh, welke toestellen zijn er wel geschikt voor? Dus de Nokia Lumia 29 kan nu. Ja. Welke andere zijn nu, zeg maar, uh, geschikt? Wat we nu gaan doen, is we gaan die Lumia aanbieden op 29, 28. We gaan ook aan de slag met de Samsung, de Samsung Galaxy 3S. Maar dat is wel een speciale 4G-versie, dat is niet de, de huidige. Een goede versie hebben. Ja, absoluut. Je ja, moet een nieuwe versie hebben. Die, iedereen die nu een Galaxy S3 heeft, nou, even upgraden. Ja. Ja. En veel van die fabrikanten bouwen nu al in. Dat die toestellen 4G geschikt zijn, maar dan moet je nog wel een, een kleine upgrade doen, een firmware upgrade. En maar dat is een toestel wat 100.000 mensen hebben, zeg maar, wat we kunnen gebruiken op het 4G-netwerk. Nou, wat ik net al zei, die, ik vind nog steeds, als je kijkt naar wat Nokia gedaan heeft, hebben ze slim gedaan. Dat ze al heel vroeg inzagen, je moet dat al inbouwen, 4G. Dat heeft Samsung ook gedaan. Dus ik denk dat heel veel mensen al vrij snel aan de slag kunnen als ze die twee typen toestellen hebben. En, en, en Apple moet nog uh, wat dingen doen om het aan te passen. Goed. Nou, Apple moet nog een heleboel dingen doen. Ja. Um, als je nou even kijkt van, ja. uh, die gaan het vast wel doen. Ja, Tim Cooks is een echt gewoon productieman die snapt dat soort dingen. En ze luisteren nu ook misschien meer naar, hè? Dus echt, het was een beetje net zoals Nokia vroeger, die kwamen ook binnen. Die zeiden, we hebben dit gemaakt, je kunt kiezen. En nu misschien wordt daar wat, gaat Apple ook een beetje luisteren naar de business partners. Zou heel niet slecht zijn. Nu heb je natuurlijk ook allemaal die dongles, zeg maar, die we op de, op de PC kunnen krijgen. Prijs van, prijs van 4G vergeleken met 3G? Nou, Wat we nu doen is, klanten zijn al gewend om mobiel internet van KPN af te nemen. Wat we doen is dat ze in hun bestaande abonnement kunnen upgraden. Kunnen ze een 2500 mb of een 5000 mb bundel uh, aanschaffen. En dan kunnen ze makkelijk up en downgraden. Als ze een beetje gaan spelen met de, met de techniek, krijgen ze ook wel door Wat hoeveel ze gebruiken en dan kunnen ze hun bundel aanpassen. Gemiddeld gebruik van de smartphone nu? Ja, 300 megabyte. Ik denk dat mensen nu per dag ongeveer iets van 15 megabyte gebruiken. Weet je? En uh, je hebt natuurlijk altijd heavy users die wat meer doen. Maar dan kom je ongeveer, nou het zal het zijn, 500 of zo in het maximaal 5000 megabyte is nu je maximale bundel en dan ja. moet je daarboven. Dat kost dan hoeveel? We hebben nu de 5000 megabyte uh, bundel neergezet voor 35 euro per maand. En uh, dan heb je ook een snelheid tot 50 MB. En dat is, dat is, waar, dat is echt de hoogste bundel die erin zit. 3G uh, ongelimiteerd acht jaar geleden was? Ja, dat was toen uh, 75 hè? 75 euro, ja, dat was het eerste onbeperkte internetabonnement. Wat wat KPN toen erg moeilijk vond. Na acht jaar hebben ze dat teruggetrokken en zijn er toen weer maximaal aan gedaan. Nou, ja, dat zie ik toch een beetje anders hoor. Want die 75 euro die we toen hadden neergezet, hè, dat was eigenlijk veel meer om klanten te laten wennen aan wat mobiel internet eigenlijk was. En veel mensen hadden geen idee wat ze voor gingen gebruiken. En dan is zo'n flat fee is dan wel heel makkelijk. Hè, als je dan toch wel gaat... heel makkelijk en je kreeg flat fee van. Voor een tientje per maand, 5 euro, 2,50. Nu moeten we er helemaal aan wennen. Nu, als klanten het veel meer gaan gebruiken, dan moet je toch wat slimmer nadenken over hoe je het doet. Want anders kan je de kwaliteit ook niet garanderen. Dus we hebben gezegd, nou, we gaan bundels introduceren. En uh, proberen we proberen heel flexibel in te zijn. En qua groottes voor de bundels, dat mensen ook kunnen minister. We zullen kijken. Ik, voor mij is 5000 megabyte absoluut niet voldoende. Ik heb minstens 25 gigabyte nodig. Ik vind ook niet meer een megabyte praten. Maar goed, dan gaan we kijken. Jij bent naar. Amerika geweest, waar 4G al groot is. Japan, Korea, als KPN hebben. Wat zijn de ervaringen hoe mensen het gebruiken daar? Hoeveel, hoeveel is het dataverkeer in 4G in Amerika? Hoeveel is dat nu? Nou, we hebben een team van mensen inderdaad die uh, rondgestuurd hebben naar die landen om te kijken hoe het allemaal gaat. En wat je daar ziet bijvoorbeeld in Amerika hè, daar heb je ATT, die er heel veel met 4G doet. KPN kent ATT heel goed. Ja. En we kennen Verizon ook heel goed. En uh, die, die hebben allebei gezien hè, dat uh, als je een totale verkeer neemt dat meer dan 50% 4G is. Terwijl ze nog maar heel weinig klanten op 4G eigenlijk hebben. Dus kan je al zien hoeveel dataverbruik daar zit. En van dat dataverbruik is dan weer 90% video. En daar gaat het bij ons ook naartoe. Ja, dus 4G is gewoon eigenlijk video. En, en harde schijven op afstand. Ja, en heel veel applicaties. Heel veel applicaties die je misschien nu niet gebruikt... omdat je niet helemaal vertrouwt op een mobiel netwerk... die kun je dan met 4G gaan toepassen. En dat zie je in Amerika ook. Netflix... Zeg maar, is 25% van het dataverkeer zeg maar, op prime tijden. En ook, ook op mobiel kijken mensen heel veel Netflix. Netflix is een, een video service waar je gewoon onbeperkt kunt kijken. Maar als je dat soort dingen doet, dan gebruik je honderden megabytes per uur, zeg maar, per uur video. Um, kunnen we dat zeg maar, binnen twee jaar is dat te behappen qua capaciteit? Dat mensen dat soort dingen ook gaan doen? Dat we de tv gaan kijken, video gaan kijken, videoconferencing. Kan, kan zo'n 4G-netwerk dat over een jaar of anderhalf jaar aan? Nou, Wat je wel ziet is dat we nu al de rekening mee houden dat 4G zo populair gaat worden dat je ook al over een paar jaar toe bent aan het weer verder upgraden van 4G. Dus de techniek blijft echt niet stilstaan. Kunnen we wel toen, toen we 3G introduceerden, waren we al heel blij dat we 384 kilobit per seconde konden. Ja, weer... 50 megabit. Upload hoeveel? Nou, de upload snelheid, die varieert die natuurlijk met 10, 20, moet je kunnen halen. Met, uh, met, het is, is ongelooflijk wat je in een paar jaar tijd kan. Ja, het verschil tussen fixed netwerk en mobiel verdwijnt. En je ziet dat 4G gaat ook een volgende stap maken. Dat heet dan weer LTE Advanced. Dat is dan niet zo'n gigantische nieuwe netwerk uh, zoals nu. Maar dat wordt een upgrade van wat we nu met uh, 4G doen. En dan kan je weer doorgroeien naar 100 en Dus we groeien mee in de techniek met uh, wat de gebruikers nodig hebben. Dus eigenlijk die 1,35 miljard. Tien keer zoveel capaciteit, uh, zeg maar, is eigenlijk een koopje. Als je kijkt naar een goede deal. Kijk wat we nu doen. Uh, we hebben een licentie gekocht voor 17 jaar. We hebben een techniek geïnvesteerd die we ook verder kunnen upgraden. Dat kunnen we over een paar jaar alweer de volgende stap inzetten. Ik denk dat het een hele goede investering is geweest. Ja. Het is een eurotje per persoon per maand ongeveer. Dat is de prijs die je zeg aan maar, de overheid uh, moet betalen. Zijn er nog echt rare dingen behalve dat video? Zijn er nog interessante dingen wat er met onze. Auto's gaat gebeuren, wat er met het alarmsysteem, wat, er, wat zijn nog andere applicaties die je gezien hebt op die rondreis in de wereld die we niet zo zouden verwachten? Als laatste vraag: Nou, je ziet bijvoorbeeld in uh, Japan, dat vond ik wel heel interessant, hadden ze een dienst neergezet waarmee je thuis eigenlijk een doktersconsult kon doen. En daar gebruikten ze dan 4G voor. En dan hadden ze heel veel applicaties ook nog omheen ontwikkeld. Waardoor je ook gewoon al, alleen metingen thuis van tevoren kon doen. Zodat alle gegevens ook konden worden verstuurd. En je een, een, eigenlijk een online doktersconsult had. Dat vond ik wel een echt hele. Dan gaat het echt iets veranderen. Ja, dat een sociale toepassingen. Dus niet alleen maar fun. Maar ook dingen die echt helpen om een betere gezondheidszorg neer te zetten. Of misschien een veiligere wereld te creëren. Dat soort dingen die gaan echt opgepakt worden. Eigenlijk gewoon tijd en plaats kun je hiermee via het mobiele netwerk kun je, kun je opheffen, videoconferencing, elkaar zien, advies op afstand. Dat is voor de businesswereld is dat zeg maar de belangrijkste toepassing. En het wordt opeens heel toegankelijk voor een consument, want die hoeft niet een heel ingewikkeld apparaat te kopen, maar kan met zijn mobieltje al heel veel doen. Dankjewel Erik.